En nu? Weet ik niet. Ik weet niet. Oh, hij zit op je schouder, Guido! Oh! Yo! Kom, we kidnappen hem. Kom, we gaan weg. Kom, we gaan weg hier. Kleine papegaai. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Planet Craft. Ik sta hier vandaag samen met de Colin. Voor de mensen die denken, Duffy staat PL voor projectleider. Nee, Colin zit gewoon in Polen. Ja, ik ben van Poland. Poland. Colin, welkom op Jamaica. De laatste keer dat je hier was geweest was het anders. We zijn flink vooruit gegaan zoals je kan zien. Ja, dit zijn allemaal dilletjes. Oké, ja. Maar we zijn in ieder geval flink vooruit gegaan. Nice. Mijn farm staat er nog. Ja, die wordt ook nog gewoon gebruikt. Absoluut. Nice. Maar wat vind je van de... Het was niet voor niks. Nee. Maar wat vind je van de, constructie hier? Lijkt wel een industrieterrein aan het worden. Zo, gaat hij dat zeggen? Het moet toch stevig zijn of niet dan? Ja, dat is wel zo. Het ziet er stevig uit. Dat wel, dat zeker. Ja, want kijk, weet je wat maar het waar is? Waar gaan we zo meteen een huis bouwen dan? Waar gaan jullie zo meteen een huis bouwen? Nou, daar wil ik het dus zo meteen over hebben. Maar kijk bijvoorbeeld naar Cuba bijvoorbeeld, hè? Die bouwen zeg maar een huis, maar die bouwen dat gewoon op de dirt, weet je wat? Ik denk van, ja... Het is niet zo stevig inderdaad. Dus als je echt hoog gaat bouwen, dat kan op een gegeven moment... Precies. En zo instort. En dan kan je het wel stevig bouwen, maar als de grond niet goed is. Dus daarom hebben wij dit gedaan. Wat we uiteindelijk willen is, willen we nog wel gras is laten. Voor het geval eventueel dieren en weet ik het allemaal. Ja, wat zie je nou weer naar de varkens te kijken? Niks. Je zit er weer naar te kijken. Nee, je mag hier niet meer naar kijken. Nee, Colin, ophouden. Ik heb honger. Oh. En als je honger hebt, heb je weer wat eten. Yay. Maar we willen hier in ieder geval een beetje, zeg maar, een soort van farm is houden, om zo maar te zeggen. Dus we kunnen hier zowel bomen planten als dieren uiteindelijk hebben. Dat lijkt ons wel belangrijk, om die natuurlijk te hebben. En voor de rest hier overal waar we dus nu de vloer hebben aangepast, daar kunnen we dus eerst een muur bij bouwen en daarna willen we daar gewoon de huis op gaan zetten. Ja. Alleen we willen wel meteen in een mooie stijl. Daarom duurt het ook langer, want de ovens staan nu ook aan. Met allemaal stenen om te smelten. Kijk, wat je ook bij de Cuba ziet, die hebben cobblestone en dan weer hout en dan in één keer hebben ze smoothstone. Ja, en... klopt. Ze werken niet met één soort structuur. Nee, en het gaat ook door elkaar. En ik wil het in één keer gewoon meteen goed hebben, want yo, die cooldown is dubbel werk. Ja, zeker. Als je het moet ombouwen, dan ben je echt veel langer bezig. Maar nou moet ik voor jou wel een eerlijk antwoord hebben, Colin. Daarvoor moeten we naar de mine. Nou, oké. Gewoon een eerlijk antwoord. Is de mine stevig? Ik zie geen onstevige dingetjes. Ja toch? Ja, is toch gewoon goed? Zie je wat zand, maar ja, volgens mij de rand van je... Ja, daar kunnen we niet bij. Zelfs dit is ook heel sad. Nee, daar ben je zeg maar aan het minen. En zie je daar koppen zitten. En dan kunnen we niet pakken. Wauw. Deze bedoel je? Ja. Doe eens pakken voor mij. Wat zei je? Dan moet je wel de muur repareren, hè? Nee, ja, maar dan ga ik je ook gewoon tilten ook, hè? Nee, dat vind ik niet erg, Oké. Maar we zijn in ieder geval druk mee bezig, als ik hier met de mine. Even kijken, alleen het enige nadeel is, en dat ga je natuurlijk krijgen wel uiteindelijk met Plantcraft, is, je eiland is natuurlijk niet helemaal vierkant, dus je ziet hier ook, dit is zeg maar de muur van de buitenkant. Of wat verder dan? Dit kunnen we niet. Dit noem je dus Dylan, die gaat minen. Oh mijn god, dit is dan weer niet stevig, hè, dat weet je. Nee, dat snap ik ook, maar dit is dus Dylan, die gaat hier naartoe minen. En dan... Wat een druif! Dus ik verwacht ook dat dit zeer binnenkort waarschijnlijk ingestort is. Laat maar raden, zeker de rand van jullie eiland. Ja, precies daaromheen heeft hij het gedaan. Okay. Alleen, dit is gewoon niet stevig. Dat is gevaarlijk werk, hè? Ja. Dat is gevaarlijk. Maar Colin, het enige probleem is, zeg maar, of probleem wil ik nog niet zeggen. Maar kijk, uiteindelijk als we dus zeg maar overal deze mineshafts helemaal tot de bedrock hebben gedaan, hè, we hebben al onze supplies eruit gehaald. Wat dan? Ja. Want kijk... Ja, dat is nou echt het dingetje. Je moet echt... Dadelijk bijvoorbeeld, wanneer de game echt live is, dan moet je echt gaan kijken van... Gaan wij landjes kopen waar wij willen bouwen? Of gaan wij landjes kopen die we leegstrippen en dan terugverkopen? Want dat kan natuurlijk. Maar wacht eventjes. Jij zegt dus een land kopen en dan leegstrippen. Maar stel als voorbeeld. Stel, Cuba was niet gekocht, ja? Ik zou Cuba kunnen betalen en ik koop hem van jou. Ja. Ik ga daar minen. Ik maak de enorme grote queries. Ik haal al die resources eruit. Ja. En daarna zeg ik, Colin, je mag het land weer van me terugkopen voor. Ja, dan krijg je een percentage terug. En stel, je hebt het echt helemaal leeg gehakt, krijg je misschien maar 10% terug. Oh, oké. En goed,
wat er dan gebeurt, dan wordt het ingenomen. Dan wordt het, laten we zeggen, op naam gezet van ons. Ja. Wij renoveren het. Het duurt dan 2-3 dagen en dan wordt het terug in de verkoop gegooid. En dan is het misschien wat minder vruchtbaar de grond. Maar dan heb je wel nog steeds wel een land waar je wat kan doen. Want zoals een land als Cuba, hoeveel mensen er ook bij opzitten, die gaan nooit al die resources eruit krijgen. Onmogelijk. Dat denk ik ook niet. Nou ja, ligt er natuurlijk aan hoe groot je team is en hoe lang je al bezig bent. Maar het is inderdaad wel heel lastig. Ze hebben nog niet eens alle bomen gehakt namelijk. Dat nee, gaat ook nou kijk, dan ben ik tussen haakjes bevriend met Cuba. Dus we kunnen wel even bij de buren gaan kijken. Nou, wil je gaan kijken, ja? Ja, we nemen een echte duik. Nemen. Ja, je kan gewoon lekker zwemmen zo, weet je wel. Lekker een beetje poedelen. Allemaal die visjes hier. En dolfijnen. Ja, die dolfijnen. Daar moet je echt mee oppassen, serieus. Is echt zo? Ja, die doen echt best wel veel hardje damage. Ik had vandaag al iemand, die stuurde mij een berichtje. Op en dood gegaan door een dolfijn. Ik weet niet wat dit precies is bij hun. Ik ga kijken. Hallo. Wij zijn goed volk. Maak je geen zorgen. Gaan we slaan? Nee, we zijn... Gaan we slaan? We zijn goed volk. Rustig. Maar kijk, dit is dus zeg maar hetgene. Kijk vanaf hier zeg maar, naar Jamaica. Hoe klein dat eigenlijk is met dit. In vergelijking, je kan het echt niet met elkaar vergelijken. Nee, maar dat is ook het probleem al. Kijk, Jamaica is zelfs nu dat ik met z'n drieën ben, hè, want ik heb dus nu Dylan, Colin en ik zit daarop dan. Dan merk je al, Jamaica is klein. Ja, klopt. Hoe ga ik hier dat op? Is inderdaad zo, ja. En, maar dan denk ik ook weer, kijk, met 3 man is Cuba weer eigenlijk te groot. Want als je nu ziet wat zij hier dus allemaal hebben. Ze hebben hier dus een dierenfarm en weet ik het allemaal. Ze hebben wel echt een hele lelijke farm. Oh, sorry. Ja, ja. Maar ze hebben gewoon, met het aantal mensen wat ze hebben, hebben zij gewoon een heel groot stuk jungle hier, wat gewoon, ja... Ik bedoel, je doet er niks mee. Nee, maar je kan letterlijk, en nou hoop ik niet dat natuurlijk voor hun dat er gebeurt. Als ze hebben hier, nee, dit is trouwens ook gewoon nog een, dit is inderdaad gewoon nog een boom zelfs. Stel hè, je hebt een groep van, weet ik veel, Russische piraten. Want die heb je daar sowieso in Rusland tegenwoordig, kappa. En die komen hier met 10 man. Die gaan hier de jungle in. Dan ben jij te laat. Ja, klopt, inderdaad. Weet je wel. Ja, dat is wel zo. Dus dat is ook hetgene met deze dingen. Maar tegelijk, een papegaai? Een papegaai, hè? Wait. Heb je zaadjes bij je? Nee, ik heb een wortel. Nee, je moet ze seeds geven. Als je ze seeds geeft, dan kan je hem namelijk temmen. Colin, blijf hier bij die papegaai. Ik wacht hier. Ik ga zaadjes halen. Ja, ik heb er zelf maar 5 bij me, maar ik weet niet of ik daar genoeg aan heb. Oh, wacht, geef ze aan mij. Kan ik hier een papegaai krijgen? Wacht, geef ze. Probeer maar. Oh, waar is die? Hier, bovenop. Okay. Hier, ik sla het blokje wel weg. Okay. Papi. Oh, hij vliegt. Nee, ga weg. Nee. Ah, hij wil niet. Oh. Ja, als hij hartjes geeft, dan is hij voor jou. Oh. Ik moet meer gaan halen. Ik ga wachten. Oké, hou hem in de gaten, hè. Wat kan die papegaai voor mij doen uiteindelijk? Ja, volgens mij niks. Maar het is wel echt ziek om zo'n ding te hebben. Die kan je ook op je schouder mee. Maar kan ik die wel gewoon een soort van kidnappen van Cuba? Ja. Dat kan. Oké, beter gaan de Cubaanse mensen dit niet zien dat ik dan hun probeer een papegaai te maken. Gewoon een papegaai weg doen, hè. Shh, niet zeggen. Dat heb ik gewoon een papegaai jatten van hun. Oh mijn god. Maar ook gewoon toevallig dat die hier dan nog zit ook, hè? Ik wist niet helemaal niet. Kijk, door de lobby van PlanetCraft ben ik er dus achter gekomen. Ja. Dat er dus tegenwoordig koraalriffen zijn in Minecraft. Wist ik veel. Uh-huh. Ja, dat is 1.13 inderdaad. Okay. Ja, maar ik speelde dat nooit, weet je wel. Dat zijn allemaal van die dingen. Ik leer in één keer allemaal van die dingen. Dat ik denk van, wat is dit, wat is dat? Ja. What are those? Ik ben er bijna hoor. Ik moet even snel het muurtje weer opbouwen, want ik heb nog steeds geen normale binnenkomstplek. Dus ook ik ga op Skita. Is die er nog? Hij is er nog. Oké, ik neem gewoon even die 4 stacks mee. Dat moet genoeg zijn. Oh, dat denk ik wel. Oké, goed. Ik ga nu een duik nemen in de water. Ga jij door de water? Ja, maar dan komt het uit een dolfijn aan, jongen. Dat denk ik ook. Nee. Dan is er van, oh no. Ik vind het wel vet dat ze eindelijk hebben gemaakt dat vissen ook echt kunnen zwemmen. Alleen ik denk dat mensen met een klote PC dat echt vervloeken. Oh ja, zeker. 1.13 is best wel zwaar, maar bij deze game valt het mee. En dat is puur omdat de map zelf is geen 1.13 map. Oh. Dus al dat zeewier en zo, dat zit er niet in. Dat was de lek voor zaken. Oh, want daar zat ik al naar te zoeken van, joh, waarom is er nergens zeewier? Ja, nee, klopt. Is hier een schaap, maat? Kom snel, anders gaat hij zo weg. Yo, ik moest even snel een schaap killen voor de wol. Heb je een schaap gekild? Ja, moet je helemaal niet weten, want ik heb ook eerder hier een koe gekild. Weet je vinden? Hey. Oh, je bent er al bijna. Hey. Oh, hij heeft ook zwaard mee, achter je. Wat? Oh, is die met... Oh, hier is die. Oh, kijk hem. Zijn er andere kleuren? Wat, hè?
Heb je geen andere kleuren, papegaaien? Volgens mij heb je alle soorten kleuren. Oh mijn god. Hij vindt jou niet lief, hè? Oh! En nu? Weet ik niet. Ik weet niet. Oh, hij zit op je schouder, Guido! Oh! Yo! Kom, we kidnappen hem. Kom, we gaan weg. Kom, we gaan weg hier. Kleine papegaai. Oh, hij is eraf! Waar is hij? Gaat het gewoon automatisch mee ofzo? Nee, je moet... Hij zit volgens mij weer. Ja, nou zit hij. Ja, hij staat op je schouder weer. Oh, Guido, hij valt van je schouder af als je te snel loopt. Oh, kom. Hij volgt me. Hij volgt me gewoon. Oh, hij is er weer. Oh, kom maar, kleine papi. Kom maar. Kleine papi. kom maar. Zitten, staan, hup, kom. There we go. Goed zo. Oh, dat komt door dat gras. Dat beurt hem, zeg maar. Ja. Dat denk ik, ja. Papagaantje, kom maar. Maar volgt hij jou? Misschien volgt hij jou ook. Denk je? Ik denk het wel. Oh, ja, rustig lopen. Hij blijft op je schouder. Nee, hij is eraf. Colin, we hebben een boot nodig, denk ik, man. Zou je denken? Heb je ooit een papegaai zien zwemmen? Ik heb wel een boot mee, maar... Ja, we moeten met een boot, man. Oké, komt hij met me mee? Weet ik niet. Ik ga in de boot zitten nu. Waar is hij? Kijk, hij vliegt boven me! Kijk, we gaan heel rustig vliegen, oké? Kijk of hij ons volgt. Kijk! Ja! Kijk hem vliegen dan, Dickie! Kom maar, kleine papi. Kom, kijk hem! We jatten gewoon een papegaai van Cuba. Are you kidding me? Kijk dan hoe vet! Er komt zo meteen een dolfijn en die hapt hem uit de lucht. niet zo snel. Wat? Niet zo snel bedoel je? Nee, Colin! Sorry! Maar hij volgt ons wel. Kijk, daar komt-ie! Kan hij ook op mijn schouder? Wacht. Misschien gaat hij op mijn schouder. Wacht. Oh nee, ik zit hij vast in het water. Doorgaan. Vaar. Oké, hij vliegt weer, hij fladdert weer. We zijn er bijna. Ah. Kom, papegaaitje. Ja, die komt wel. Go. Ja, komt wel. We moeten hier even snel de muur slopen. Oké, sloop jij de muur? Ja, ik ga al. Oké, there we go. Hop. Hij volgt jou wel. Maar hij zit volgens mij een beetje vast in het water daar. Nee. Niet mijn kleine papi. Niet je kleine papi. Is hij er al? Nee, hij is er nog niet. Maar hij zit hier echt vast volgens mij in het water. Nee. Colin, kom hier. Kom. Zal ik hem douwen? Nou, misschien als ik hem naartoe loop. Misschien als ik helemaal hier ben. Komt hij nu? Ja! Oké, hij is bij jou. Oké, hij is hier. Kom het land op. Kom aan. Ik heb heel de stad ervoor moeten slopen. Je hebt nu gewoon echt een papegaai, hè? Oh mijn god, je hebt gewoon een papegaai. Guido! Oh! Wat? Oh, ik dacht dat hij naar buiten ging. Nee joh, hij gaat toch echt niet meer weg nu? Hij is gewoon bevriend met mij nu. Ik noem me... Oké, ik vind Colin... Weet je wat we nou moeten hebben? Kijk, nee? Weet je wat je ook kan doen? Je kan hem ook heel mooi op een slap neerzetten. Maar Colin, ik vind dat de kijkers nu een naam moeten bedenken voor hem. Kijk, ik kan hem erop zetten, denk ik. Ja, sowieso. Maar hoe gaat hij nog vanaf? Ja, nu? Gaat hij daarop zitten nu? Ja, maar je kan hem dan wel laten zitten, namelijk. Oh? Maakt niet uit, joh. Maakt niet uit. Maat, ik heb een papegaai genakt van Cuba. Zitten. Kijk dan, hoe grappig die zit ook, hè? Ja... Hij vindt mij wel leuker dan jou, volgens mij. Maar maat, zijn er ook nog verschillende kleuren? Dat denk ik wel. Volgens mij heb je ook rode. Maat, ik weet niet wat ik de volgende video ga doen. Je hebt gewoon 5 papegaaien. Ik ga gewoon op safari in Cuba, maat. Ik ga gewoon helemaal papegaaien halen daar, hoor. Gewoon meenemen. Ik heb gewoon een papegaai. Wacht. Waar is mijn leech? Waar heb ik die gelaten? Hier. Wacht, oké, papegaai, ga er van me af. Ga eens van me af! There we go. Colin! Nee, joh! Wat? Kom maar. Oh, mijn god. Wait a second. Wait. Kan ik hem hier niet aanzetten? Nee, je hebt hem nu gewoon echt gemarteld gewoon. Dan kan hij weer weg. Jawel, kijk. Ja, nu wel, ja. Nou is hij kom, open. Kom maar, papegaaitje. Jij moet... Kan ik hem hier ergens aanzetten ofzo? Dat denk ik niet. Ik denk dat je hem echt aan een fence moet doen. Zo. Oh mijn god. Zitten. Zo. Braaf. Nou, dat is toch hartstikke mooie papegaai zo?
Dat zeker. Ik ben er blij mee. Dankjewel voor het melden, man. Ik moet dus Cuba in de gaten houden. Overigens wel lieve Cubanen. Oké, okay, als jullie de video zien. Ja. Hij was wild. Hij was niet van jullie. Hij is naar dit eiland toegevlogen. Oké? Okay? Hij had honger. Ik moet mezelf altijd even indekken. Colin, ja, ik moet zeggen dankjewel voor het opletten op mijn papegaai. Ja, hij is inmiddels van mij. Kijk, jullie mogen een naam bedenken. En de leukste naam die krijgt hij misschien. Als ik het leuk vind en zo niet, dan... als ik het leuk vind. Jullie mogen kiezen, maar wel als ik het leuk vind. Lekker bezig. Mensen allemaal, enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe dan even een duimpje omhoog gaan klikken. Als je natuurlijk nieuw bent, abonneer. Welkom en mensen, tot morgen.